Goedenavond Laura, stel jezelf even kort voor alsjeblieft. Ja, ik ben Laura, ik ben 20 jaar, ik kom uit Kontich. En ik studeer nog voor schoonheidsspecialisten, maar ik heb als studentondernemer ook al een kleine zaak, zeg maar. Dus je bent eigenlijk al bezig in bijberoep. En wat doe je dan juist? Ik doe eigenlijk bijna alle verzorgingen, van pedicuur tot manicuur, lichaamsmassages en epilaties ook. En voorlopig is dat alles. En moet je nog lang studeren of ben je aan het afronden? Of? In juni 2019 studeer ik af. En wat wil je daarna doen? Wil je volledig zelfstandig je eigen zaak oprichten of wat zijn je toekomstplannen? Wel, eerst ga ik proberen nog om ergens anders te werken om een beetje centjes te verdienen om dan daarna effectief mijn zaak in hoofdberoep op te nemen. En hoe ben je bij de verkiezing terechtgekomen? Ze hadden contact met mij opgenomen en ik dacht, ja, het zijn wel allemaal een heel leuk aanbod dat we kregen, al de cursussen en zo, en dat interesseerde mij wel en ja, ik dacht, waarom niet? Oké, super. En wat vind je ervan tot nu toe? Tot nu toe vind ik het echt een leuke ervaring. De groep ligt goed, we kunnen ons echt supergoed amuseren. En ja, ik denk dat zeker de reis en zo, dat gaat nog superleuk worden. Oké, super. We wensen jou alvast heel veel succes daarmee. Dankjewel. Dank je.